Hi, leuk dat je kijkt. Welkom op het kanaal van Energies Gracefully. Ik ben Annette en ik ga vandaag voor jou unboxen de Beauty Box van de maand februari. Maar allereerst, hyperdepiep voor mij, want ik ben jarig vandaag. 49 lentes, dus volgend jaar wordt het weer een kroonjaar. Ik heb zelf totaal geen moeite met ouder worden. Ik vind het allemaal prima. Maar ik heb op zich ook niet zoveel met verjaardag vieren. Ja, daar heb ik ook niet iets mee. Ik ga natuurlijk wel iets leuks doen, want mijn zoon was gisteren jarig. En we zijn in ieder geval van plan om lekker uit eten te gaan. En verder laten we het gewoon maar rustig op zijn beloop. Maar de Beauty Box van februari. Ik ga even mijn bril erbij opzetten. Hij is roze. Hard roze met witte letters. En ja, zoals ze eigenlijk al aankondigde vorige keer, is hij helemaal... recyclable tegenwoordig. En daarom zit er ook, ik kreeg een mailtje dat er geen L meer in zou zitten vanaf de februari editie. Dus ik vind dat op zich ook niet zo erg, want het was een vrij duur glossy tijdschrift. Helemaal barstensvol met advertenties. En ja, weet je, je bladert het door en vervolgens gaat het in de papierbak. Dus ik vind het niet zo erg. Even kijken hoor, wat staat er? Amour, a love, affair or lover, especially one that is secret. Staat in de deksel. Hij is natuurlijk ook van binnen mooi roze. Even kijken. Nou, het ziet er alweer hartstikke mooi uit. Dat is de inhoud. Ga ik even het boekje bij de producten even kijken of er iets staat hoor. Valentine's Day is just around the corner and this month's beauty box is here to celebrate all things love. Dus ja, een echte Valentine's box. We beginnen met een flesje van Espa. Wat een mooi flesje is dat ook, met een beetje zo'n marmeren dop. Dit is een detoxifying body oil. Deze, en die is, even kijken, 15 ml met een waarde van 5 pond. Designed to be used daily to firm skin and soothe muscles. This Espa body oil is formulated with a blend of aromatic oils such as juniper berry and cypress to delight your senses. Dus met jenever, bessen en cyprus. Even kijken. Espa heeft wel altijd een vrij heftige geur. Oh, dat is wel lekker. Er zit wel een heel groot gat aan de bovenkant. Dus voorzichtig met... want anders is die straks in één keer leeg. Ja, heel erg lekker. Ik gebruik altijd body oil, eigenlijk altijd babyolie na het douchen. Dus deze ga ik zeker lekker gebruiken. Ik ben ook benieuwd of we deze keer weer een hyaluronzuur bingo hebben. Even kijken, Brushworks. Deze zal dat in ieder geval niet hebben. Dat is een zo'n make-up spons van Brushworks. Even kijken wat erop staat. Versatile blending sponge. 3-in-1 design, high quality, latex free. En deze heeft een waarde van £5,95. Ja, wat kan je ervan zeggen? Ik gebruik zelf eigenlijk altijd kwasten. Ik heb de kwasten van Real Techniques en die vind ik heel erg fijn. Ik heb wel een tijdje een beauty blender gebruikt. Maar ik ben toch teruggegaan naar mijn kwasten. Mijn dochter gebruikt wel de beauty blender. De originele beauty blender, die kost trouwens ook iets van €20. En eigenlijk alle namaak beauty blenders, die vindt zij ook niet zo heel erg fijn. Dus ik ga vragen of zij deze wil gebruiken. En anders gaat die in de cadeautjesbox voor de volgende giveaway. Dus dat is een beauty blender. Dan van Ila Maske. Deze. Even alle stof ervan afhalen. Want door die papiersnippers wordt alles wel altijd een beetje stoffig. Een mini lipstick. Een antimatter lipstick. Met een waarde van 10 pond. Even kijken of ik hem open kan krijgen. Oh, er zit natuurlijk een stickertje precies over de... over het randje. Even kijken of die... Ja. Oh, dat is wel een hele mooie kleur. Beetje een nude kleur. Daar ben ik wel gek op. En er zit natuurlijk nog best genoeg in. Ik vind de producten van Ila Maske altijd heel erg fijn. Zitten wel vaker ook in de boxen. En ik gebruik ze eigenlijk altijd met heel erg veel plezier. Ik ben blij dat er geen rode lipstick in zit.
Want ik ben natuurlijk niet zo van de rood. Even kijken hoor. Enhance your pout in just one swipe with this mini Ilamasqua anti-matter lip product. Semi-matte and long wearing with a creamy texture that will soften your lips and add intense pigment all at once. Dus hij moet goed gepigmenteerd zijn. Dat geloof ik ook wel. Even kijken of ik de kleur kan laten zien aan jullie. Ik weet niet of het te zien is op camera. Maar echt wel een hele mooie kleur. Semi-mat. Daar ben ik ook wel blij mee. Want ik ben niet zo van de matte lipsticks. Of van de echt helemaal mat. Dit krijgt vaak een heel droog gevoel van. Ik heb het liever altijd wat cremiger. Dus dat is het derde product. Dan een product van Filorga. Dat is het Meso Mask. Deze hebben we al eerder gehad. Deze, ik heb hier trouwens, heb ik daar al een sample ZTD van geschreven of staat hij nog op de lijst? Ik denk dat hij nog op de lijst staat. Maar dan kan ik hem nog een keer gebruiken. Dan kan ik even kijken of ik nog steeds dezelfde mening heb. 12 pond en 60 cent, 15 milliliter. Dus dat is best een behoorlijk tubetje. Anti-wrinkle, brightening face mask. Even kijken hoor, natural radiance and target signs of aging, dus om de tekenen van huidveroudering tegen te gaan, tekenen van vermoeidheid tegen te gaan. Ja, 15 tot 30 minuten op laten zitten en dan verwijderen met een washandje of met een warme water. Lekker, ga ik ook uitproberen. Nou ja, ik heb dus al zo'n tubetje opgemaakt, want die heeft al eerder in de box gezeten. Maar ik vind Filorga een fijn merk, dus ga ik zeker weer van genieten. Dan een lipmasker van Project Lip, denk ik. €3,95. Speciaal voor droge en gebarste lippen staat er. Collageen zit erin. Hydrogel Lip Mask, Hydrate Soothe en Plumps. Ik heb ook nog die van Rodial liggen. Want die zat in de adventskalender. Dus ik heb nu twee lipmaskers. Dus misschien kan ik ze alle twee proberen en er dan een vergelijking over schrijven. Ik moet zeggen, meestal vind ik het niet zo heel bijzonder, de lipmaskers. Ik heb ze wel eens eerder gebruikt, maar ik ga ze gewoon uitproberen. En dan tot slot deze mooie fles van Naobe. En dit is een Gentle Facial Toner met een waarde van €12,50. Met, even kijken hoor, frambozen, Althea en calendula extract. 4-in-1 werking. Het verwijderen van, als je nog restjes make-up hebt, hè, dus na het reinigen. Toning, soothing en hydrating. Dus dus echt als laatste stap, zeg maar, na je reiniging nog even met een toner nabehandelen. 125 milliliter, dus dat is een mooie grote fles. Anti-veroudering staat er ook op. Raspberry, marshmallow en marigold extract. Ik heb nu bijna op de micellair water van de Naobe. En die vinden mijn dochter en ik ook echt heel, heel, heel erg lekker. En heel erg fijn dat er weer een product van Naobe in zit. Ik had het merk daarvoor nog niet eerder gebruikt. Dus dat zijn de 6 producten deze maand. Dus mooi boxje weer. En echt wel een beetje Valentijn natuurlijk om je... Een olietje, een maskertje, een lippenstift, iets om je lips kissable te maken, de make-up brush en het lipmasker. Dus echt wel weer 6 mooie producten. Ik ben er wel weer blij mee. Ik ga ze allemaal gebruiken, behalve dus deze denk ik. Die ga ik of weggeven of mijn dochter gaat die gebruiken. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Kom ook zeker naar anagesgracefully.com. Dat is mijn blog waar ik reviews schrijf over of deze producten of andere producten die ik in gebruik heb. En ik zie je graag daar. Tot de volgende keer. Groetjes. Hi.